In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Brit. Zij heeft grote schaamlippen. Licht aan of licht uit? Licht aan. Gevingerd of gebeft worden? Gebeft. Je wel of niet schamen? Fietsen of wandelen? Wandelen. Wel of geen plastische chirurgie? Geen. Ja, dit is een hele typische eerste vraag natuurlijk. Hoe groot zijn jouw schaamlippen? Zo, nou, daar heb ik een keertje door een arts laten opmeten. Alleen ik weet de grootte niet meer zo. Even 1, 2, 3. De arts zei, ze zijn erg aanwezig. Maar ja, wat is dat? Hoe groot is groot? Ja, moet ik het uitbeelden? Ja? Dit denk ik. Dus wat zeg maar buiten je vulva komt, is dit? Dit. Vind je het zelf groot? Als ik het vergelijk met een, zoals een vriend van mij benoemde, een pornokutje, vind ik het groot. Ja, heb ik zoiets van... Ik weet nog dat ik ook, toen ik 11 was voor de spiegel stond, dat ik dacht, dit ziet er niet uit. Wat heb ik daar nou weer? Ja? Ja, vreselijk. En ik moest van mijn moeder altijd vroeger met een spiegel beneden kijken, want ze wilde dat ik doorontwikkelde daar. Kennen. Ja. Ja. Dus mijn zus en ik moesten dat beide doen. En dan zat ik op dat krukje en dan keek ik met dat spiegeltje en dan dacht ik, volgens mij gaat er echt iets voorkomen helemaal mis. Ja? Maar ja, mijn moeder wist het ook niet, dus we gingen maar naar de dokter. Wanneer besefte je dat je grotere schaamlippen hebt? Ja, ik denk dat ik een jaar of 10, 11 was. Dan kom je een beetje in de puberteit en dan ga je een beetje ontwikkelen. En eerst was het ook wel wat compacter, maar dat groeit natuurlijk met de jaren mee. En toen kwam ik er dus achter dat bij mij eruit was en bij mijn gezin niet. Hoe kwam je daar dan achter? Ja, ik weet nog dat ik onder de douche stond en dat ik aan het huilen was. En dat mijn moeder binnenkwam in de douche van, wat is er? En dat ik zo, mama, hoe moet ik nou ooit seksen met een jongen? Oh. Ja, en dat was het moment dat ik dacht, ik ben abnormaal. En toen? Nou ja, ben ik er met mijn moeder over gaan praten. En zij wist ook niet helemaal, natuurlijk, ze wist wel wat het was en hoe het in elkaar stak. Alleen ze zag dat ik echt heel erg... ervan ontdaan was. Dus toen zei ze van, ja, daar kijkt toch niemand naar. Doe eens normaal, waarom ben je aan het huilen? Maar ja, ik maakte dat zo groot in mijn hoofd. En ze merkte ook wel dat doordat zij zei van, nou, doe eens normaal, weet je, dat daar let niemand op. Dat hielp echt niet. Want ik dacht, ja, dat kan jij wel zeggen. En zeker als je iets anders hebt dan wat je bijvoorbeeld op... Want dat ga je vergelijken met pornofilmpjes. Dan dat je op porno ziet, dan denk je, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat is dan dat porno-pushje wat je ziet? Nou, wat ik beschreef als in wat ik heb, is dat de binnenste schaamlippen langer zijn dan de buitenste. En in porno is dat dus niet. Dus dan zijn de buitenste schaamlippen vallen over de binnenste schaamlippen heen. Dus die zie je niet. Wat ik eigenlijk heel vreemd vind, want 60% van de vrouwen heeft wat ik heb. 60%? 60% van de vrouwen. Dat is meer dan de helft van de vrouwen. Dus ik begrijp ook niet waar dat beeld van porno vandaan komt, dat iedereen dat heeft. Maar als dat 60% is... En je ziet nooit jouw eigen vagina, moeten daar toch zoveel mensen met een vagina daar onzeker over zijn? Ja, en dat geloof ik ook. En daarom zit ik hier. Omdat het niet nodig is. Ja. Dus ja, dat was wel het moment dat ik dacht, oké. Maar en toen? Ja, toen ging ik naar de dokter, naar de huisarts. En er werd eigenlijk niet heel veel aan gedaan. Omdat ze zeiden van, ja, je bent nog gewoon nog veel te jong en we kunnen er wel naar kijken. Alleen daar kun je gewoon niks mee. Nou, en vanaf dat moment ben ik ieder jaar teruggegaan tot mijn... 17e, toen werd ik bijna 18 en toen ben ik naar de ziekenhuis doorverwezen. Toen moest ik op de tafel gaan liggen en het was overigens een hele knappe arts wat ook echt niet meeviel. En toen werd het dus, toen ging hij dus heel ongechargeerd, zeg maar zo. Het pakken. Ja, en toen dacht ik, oké. En toen zei hij, ja, ze zijn wel erg aanwezig. Nou, en die opmerking heeft er echt ingehakt. En toen ging ik dus naar huis met de opmerking, ze zijn erg aanwezig. En als iedereen in je omgeving niet heeft wat ik heb en daarbij porno ook nog eens een keertje laat zien dat dat er niet is, ja, dan heb je echt het idee alsof je een alien bent die of dat het daar helemaal misvormd is. Heb je pijn door deze schaamlippen? Ja, heel veel last van. Heel veel ook? Ja, elke dag. Ja, ik vind de pijn heel lastig te omschrijven. Als je een kanten string aan hebt, maar dan heb je er van die gaatjes in zitten. Ja, van die franjes. Juist. Dan kan het zo zijn dat je binnenste schaamlip tussen dat gaatje gaat. Oeh. En dan zit het klem.
Ja. En als je dan ook nog een broek eroverheen hebt. Ja, net als ik nu zo zit. Als je een strakke broek aan hebt, dat klemt heel erg. Dus het klemt alles zo samen. Dus ja, dat doet ook zeer. Maar kan je dan niet gewoon lekker met je benen wijd zitten? Want nee, wel een beetje vrouwelijk zijn, toch? Ja, een beetje, dat snap ik ook, ja. Charmant zitten. Maar ja, met de jaren ga je er, ja, neem je dat allemaal voor lief en dan weet je hoe je ermee om moet gaan. Dus dan weet je ook, nou ja, op zulke soort momenten doet het meer pijn dan op andere momenten. En op welke momenten nog meer? Nou, als ik fiets, als ik een strakke broek aan heb en ik loop te lang, als ik te lang zit. Soms tijdens seks doet het ook wel eens zeer. Ja, gewoon wanneer ze te veel aanrakingen hebben, dan begint het zeer te doen. Hoe lang kan je dan zeg maar in deze positie zitten voordat je er echt last van krijgt? Ik heb er nu echt wel last van. Ja? Ja. Oh, we zijn nu nog niet zo lang bezig. Nee. Dus normaliter als ik op mijn werk zit en ik zit zo, dan is het altijd... Ja. En dan kan ik weer eventjes een half uurtje, kwartiertje zo zitten en dan ga ik weer... Terug. Heeft een van je bedpartners er wel eens iets over gezegd? Oeh, toen ik voor het eerst seks had, toen... Weet ik nog dat hij met zijn hand daar naar beneden ging. En dat ik hem ja, vol zenuwen en spanning aan zat te kijken van... Oh, gaat hij er wat van zeggen? En toen zei hij niks. En toen zei ik oké. Toen trok ik mijn broek en zei ik kom, ga gelijk. We doen het gewoon gelijk. We gaan gewoon gelijk al in seks hebben. Want ik dacht, dan ben ik er maar vanaf. Hij moet er zo snel mogelijk in. Ja, gewoon gelijk. Je kijkt ernaar. Bestudeer het. Want this is what you get. Let's get it over ja, with. Gewoon klaar. En voor de rest heeft... Ja, daarna nooit iemand er echt wat over gezegd, denk ik. Ik heb wel, toen ik voor de tweede keer ook seks had met mijn ex-vriendje, toen heb ik er aan het begin nooit wat van gezegd. Maar later zei ik van, joh, heb je het nooit opgemerkt of zo? Dit is toch wel wat groter dan... Toen zei hij, ja, nee, waar heb jij het over? Aan de ene kant was het top dat hij dat zei. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, oké, maar dat vind jij. En stel jij gaat weg, dan moet het wel weer all over again. Ja, wat is de invloed van dus jouw grotere schaamlippen op je seksleven? Heel groot. Maar meer negatief dan positief? Ja, voor mij negatief. Voor de ander misschien positief. Maar voor mij is het vooral negatief. Ik kan mezelf niet volledig geven tijdens de seks. En daardoor wordt seks voor mij ook niet lekkerder. Seks is loslaten. Seks is je totaal overgeven aan iemand anders en meegaan in het moment. En als jij constant bezig bent in je hoofd met wat zou hij ervan vinden? Hoe vindt hij het nu? Waar is hij mee bezig? Waar denkt hij aan? Dan werkt dat niet mee. Maar ben je dan bezig in je hoofd met hoe het eruit ziet? Of ook met gewoon fysiek wat er gebeurt? Ja, alles. Ik kan het beschrijven als het moment dat hij met zijn vingers er naartoe gaat. Je bent met voorspel bezig, dus hij gaat vingeren. En dan is hij een beetje zijn weg aan het zoeken. En dat is logisch, want hij kent mijn vagina niet. Dit is voor hem ook helemaal nieuw. Dus tuurlijk is hij aan het zoeken. Maar ik word daar heel geïrriteerd van en heel opgefokt dat ik denk... Oh, nou, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Hij ziet door de boom het bos niet meer. En dan duren die secondes duren voor mij echt uren. En dan denk ik, dan heb ik al het idee van, weet je, laat maar zitten. Haal maar die handen weg, ik heb er geen zin meer in. Doe je dat dan ook? Nee. Dus als het dan... Oké, dan laat je het wel. Ik hou mezelf heel gedijst en denk... Gewoon op je kiezen bijten en gewoon doorzetten. Want hij is misschien gewoon lekker aan het spelen. Hij vindt het misschien helemaal geweldig. En terwijl ik in mijn hoofd het echt zoveel groter maak dan dat het is. Ik ontneem mezelf het genot ook. Dus omdat je constant over na aan het denken bent en iemand ligt tussen je benen... Dan denk je, ja, dan voelt het ook niet meer lekker. Dus dan heb ik na 5 minuten van, nou, ik hoor gewoon naar boven, het is genoeg geweest. Let's go. Neuken. Ja. Overweeg je een schaamlipcorrectie? Oh, dat vind ik een hele lastige. Nooit aan gedacht. Nee, nee, echt nog nooit. Ik heb het ook nooit opgezocht. Nee, tuurlijk. En dat komt puur door de ongemakken die ik ervaar in mijn seksleven en in de pijn. Maar tegelijkertijd probeer ik mezelf heel erg te triggeren om ervan te gaan houden. En daardoor vind ik het ook wel weer heel lastig om te denken aan een schaamlipcorrectie. Maar hoe zou je er dan van willen houden als je er zoveel last van hebt? Als ik echt puur denk aan alleen de pijn en aan de ongemakken, dus in de schaamte met seks en het niet kunnen genieten, had ik het liever gisteren nog gedaan dan morgen. Het is zo'n grote issue, terwijl het geen issue hoort te zijn. Wil ik het gewoon omarmen en wil ik er gewoon mee leren leven. Wil je het niet zo oplossen op die manier? Ik wil het gewoon oplossen op de manier van het moet er blijven en ik wil het omarmen, want het hoort bij mij. Maar heb je wel eens echt op het punt gestaan van ja, zeker. Doen?
Zeker, ik ben een plastisch chirurg geweest. En ik heb natuurlijk al een aantal keer een aanvraag gedaan bij de zorgverzekeraar. Alleen het is altijd afgewezen. Ja? Ja, altijd. Ja. Hoezo? Hoe gaat dat dan? Nou, je gaat naar een plastisch chirurg of je gaat naar, wat ik net zei, bij de arts. En dan kom je er en dan gaan ze er naar kijken. En dan bieden ze het aan bij de zorgverzekeraar. En dan beschrijven ze, want de artsen waar ik ben geweest, hebben het altijd beschreven als een medisch probleem. Wat het ook is, toch? Wat het is. Dus de huisarts heeft het aangegeven als een medisch probleem. De plastisch chirurg, de arts in het ziekenhuis. En toch komt de zorgverzekeraar terug met, het is geen medisch probleem. Omdat ja, wij het niet zien als een medisch probleem. Ja, oké. Dus dat is echt heel gek. Ja, dat is heel tegenstrijdig. Maar ook omdat zeg maar, mensen die er verstand van hebben zeggen, het is een medisch probleem. En de zorgverzekeraar zegt, helemaal niet. Ja, precies. Zo. Waardoor ik aan de telefoon geschreven, helemaal wel! Ja. Ik heb tering van pijn mijn fietsen. Ja. Oké, ja. Maar waarom gaat dat zo? Nou, dat vraag ik mezelf nog steeds af. Want als jij last hebt van je voorhuid, dan wordt daar wat aan gedaan. Dat wordt vergoed voor je. Ja, dan zeggen ze van, want je moet hem over je eikel kunnen halen om het schoon te kunnen maken. Ja, dus als je er last van hebt, wordt er wat aan gedaan. En als ik last heb van mijn binnenste schaamlippen die pijn doen en die ik niet goed kan schoonmaken, of tenminste schoon kan houden als je er nog niet goed weet hoe, dan wordt dat niet vergoed. Nou, ik vind het zo'n onzin. Ja. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Nou, stel dat die operatie gaat gebeuren, kijk je daarnaar uit? Aan de ene kant wel. Aan de ene kant tuurlijk. Tuurlijk denk ik van, oh, maar aan de andere kant, nee. Ik wil zo graag met trots naar mezelf kunnen kijken in de spiegel en kunnen denken, hé, die flappen, dat is van mij. En daar ben ik zo trots op. Ondanks de pijn, ik wil dat mijn trots de pijn overtreft. Maar de pijn zal altijd blijven, dus in die richting kijk ik er naar uit om zo'n operatie te doen. Tuurlijk, omdat je dan geen last meer hebt. Maar dat zal dus altijd een soort van strijd. Ding blijven wat voor frictie zorgt. Klopt. Want qua uiterlijk zou je nooit een operatie willen doen. Nee. Maar qua pijn wel. Ja. Ja. Dat is inderdaad een strijd waar je in zit. Klopt. Ja, maar een hele begrijpelijke. Ja. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, dat was hem. Top. Poets jij eigenlijk je tanden voor of na het ontbijt? Oh, voor. De voor? Ja, huh? 100%.